ben normaal eigenlijk nooit zo zenuwachtig, dan gaat het gewoon allemaal vanzelf, maar vandaag is wel heel speciaal. Namens MKB Wijchen heet ik u van harte welkom op ons voorjaarscongres 2011. Mijn naam is Michel de Wild, voorzitter. Speciaal Alfred Gerrits, die met zijn bedrijf Financieel Adviesbureau Gerrits deze avond, middag vandaag, mogelijk maakt. En Wijchen TV, die daar ook nog een aftap zal geven. Ja, we hebben u geboekt als staatssecretaris. U bent minister geworden. Ja, ik heb zitten googlen, maar ik kreeg weer veel te veel hits, dus we hebben een heel mooi filmpje voor u gemaakt. En dat is ook nog te koop, maar daar hebben we daar ook nog even over. Hij is echt heel mooi. Ik zou nog even aanhalen dat Alfred Gerrits met zijn kantoor Gerrits het eerste kantoor in de regio is wat werkt met horizontaal toezicht. Ik heb hier even streep gezet, horizontaal, want ik zou zomaar weer verticaal zeggen. Misschien dat u daar nog even op in kunt gaan in de korte tijd die we hebben, want u hebt een ontzettend drukke agenda. We hebben de agenda aangepast aan u, niet aan de ondernemers, want die kunnen eigenlijk pas om 5 uur. En het regeringsvliegtuig kan toch ook later, heb ik me laten vertellen. Dus volgens mij kunt u makkelijk tot 7 uur hier blijven. Maar goed, ik denk dat ik de aftrap ga geven aan Wijchen TV en natuurlijk onze fantastische locatie hier, de Mozaïek. Ik zou zeggen, Peter, hij kan komen. Dames en heren, welkom bij het voorjaarcongres 2011 van MKB Wijchen. Wederom hebben wij een bijzondere spreker voor u. Van ondernemer tot politicus, hoe doet iemand dat? Vele mensen uit het bedrijfsleven bleken in de politiek minder succesvol, maar hij is daar een positieve uitzondering op. Nog tijdens zijn studie begon hij in 1992 met Spectra Vision. Spectra richtte zich toen al op het bouwen van websites. Voor die tijd vernieuwend. Het bedrijf groeide gestaag en een tweede bedrijf werd opgericht, Innovatieve Solutions in Media. Later werden de twee bedrijven samengevoegd tot huidig ISM e-company, gevestigd in Rotterdam. Begin 2007 neemt hij afscheid als algemeen directeur van ISM, wanneer hij staatssecretaris van Financiën wordt in het vierde kabinet Balkenende. Vanaf dat moment neemt zijn politieke carrière een vlucht. Fiscale zaken zitten in zijn portefeuille en al snel verlaagde hij de belastingdruk in de vennootschapbelasting. Ook de MKB-winstvrijstelling en de startersaftrek werden verhoogd. Hij wil zich in zijn ambtsperiode verder richten op innovatief ondernemerschap, vergroening van het fiscale stelsel en vereenvoudiging in het belastingoerwoud. De slurptax is onder zijn leiding geïntroduceerd, maar dan zeker ook de veel lagere bijtelling voor zuinige auto's. Ook op het gebied van successierechten heeft hij verbeteringen doorgevoerd. Vanaf 2010 wordt hij minister, nadat Wouter Bos is afgetreden. Ook in het eerste kabinet Rutte blijft hij minister. Binnen het CDA wordt hij bestempeld als talentvol en de reizende ster. Velen zien hem als de toekomstig leider van het CDA. En wellicht ook de toekomstige premier. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor Jan Kees de Jager. Ja, dat is mooi, hè? Dit is kaartje van Wijchen TV. Daar worden wij ook weer een beetje gesubsidieerd. Geef het woord aan u. Okay, we hebben geen draadloze, maar even nee, hoor, dat gaat perfect lukken. Dank u wel. Nou, ontzettend leuk om hier te zijn. Ik ben al inderdaad ietsje later. Maar ja, dat komt door al die drukke bezigheden ook op dit moment in Den Haag. De eurocrisis, de rijksbegroting, allerlei afspraken die we moeten maken in de financiële sector. En over een paar uur moet ik ook het vliegtuig nemen naar China voor een bijeenkomst van de G20. Dus mijn reis naar Beijing en Nanjing loopt via Wijchen vandaag. Overigens is het wel zo dat ik niet met het regeringstoestel ga, maar gewoon met een lijntoestel. Dus ik kan al die mensen niet laten wachten. Dus ik moet wel op tijd zijn. En dat komt omdat wij met de Fokker 70 vliegen. Dat is een prachtig toestel, maar dat kan die reis echt niet met zijn kerosine hoeveelheid die hij aan boord heeft overbruggen. Dus ik ben toch afhankelijk van een Boeing of een Airbus. Maar het doet me dus een enorm genoegen om ondanks al die agendaafspraken en verplichtingen die ik heb hier bij ondernemers hier in Wijchen te zijn en met u als ondernemers uit deze regio het gesprek aan te gaan. En laten we eens kijken naar wat kenmerken van ondernemers. Waren ze nou goed op school? Scoorden ze goed in hun jonge jaren, vooral op het voetbalveld? Lopen ze altijd op de troepen vooruit of zijn het vooral teamspelers? Dat is natuurlijk heel lastig om heel veel van dat soort vragen te beantwoorden, want er is niet zoiets als één specifiek ondernemen. Ondernemerstype. Het is een heel divers gezelschap. En die diversiteit,
die spreekt mij altijd en heeft mij ook altijd enorm aangesproken. Zowel uit mijn ondernemerstijd als nu ook, nu ik in het kabinet zit. En uit onderzoek blijkt, als je daarnaar kijkt, dat succesvolle ondernemers over het algemeen, in weerwil wat er wel eens wordt beweerd, hoog zijn opgeleid. HBO en vaak academisch. En ik ken ook echte voorbeelden van ondernemers die hun opleiding niet hebben kunnen afmaken, zelfs niet middelbare school, vanwege bijvoorbeeld enorme hoeveelheid aan dyslexie. Of ondernemers die juist houden in het nemen van enorme roekeloze risico's. Iedereen houdt van verhalen van de buitengewone buitenbeetjes. Vaak wel briljant. Ze zijn inspirerend, maar ze zijn wel zeldzaam. De brede basis, de betonnen vloer van het bedrijfsleven, wordt gevormd eigenlijk ook door harde werkers, vooral zoals u en ik. En in Nederland zitten in het algemeen, als je kijkt naar wie de zaken doet, zitten we vaak wat aan de degelijke kant eerder nog dan aan de roekeloze kant. Maar dat heeft ons ook geen windeieren gelegd. We danken daar ook onze goede reputatie van in het buitenland. Een degelijke opleiding, een flinke dosis gezond verstand en ook een goed doorzettingsvermogen, die vormen dan ook een hele prima ondergrond voor iemand met een eigen zaak. En het is natuurlijk wel waar dat elke ondernemer een zekere mate aan eigenzinnigheid moet hebben. Je moet het lef hebben om ook tegen de stroom bij tijd en wijlen tegen die stroom in te gaan. En ook echt vooral je eigen koers durven varen. Maar de belangrijkste eigenschap voor ondernemers is wat mij betreft doelgerichtheid. Voor een goede ondernemer weegt één ding altijd het zwaarst. Een positief resultaat voor nu en in de toekomst. En die doelgerichtheid had ik zelf ook toen ik eigen bedrijf had. Het filmpje toonde het al sinds mijn studententijd tot het moment dat ik toetrad als staatssecretaris in Balken en de Vier, ben ik altijd zelf ondernemer geweest. En die doelgerichtheid, die zie ik als het meest typerende karaktertrek van ondernemers. En het is mijn ervaring ook overigens dat dat een hele goede eigenschap is in de politiek. Zeker in deze tijd waarin je alle zeilen moet bijzetten om sterker uit de financiële crisis te komen. En ook nu als minister van Financiën heb ik een heel duidelijk doel voor ogen. Nederland na de crisis nu weer op orde krijgen. Met gezonde overheidsfinanciën en een gezonde financiële sector. Bij elke keuze, in elke nieuwe situatie, steeds opnieuw vraag ik me af welke stap daarbij me dichter bij dat doel brengt. Er zijn mensen die doen alsof we de crisis allang ver achter onze rug hebben. Die zeggen, het viel uiteindelijk allemaal wel mee. De economie trekt weer aan, het gevaar voor de dubbeldip, dus een tweede crisis, tweede recessie, dat gevaar lijkt geweken en alles gaat weer een beetje zijn gewone gangetje. En ik denk dat u hier in de zaal wel beter weet. Want ik heb begrepen dat het bedrijfsleven in Wijchen en omstreken over het algemeen goed overeind is gebleven de afgelopen jaren. Dat is een compliment waard, want dat is niet vanzelf gegaan. En nog altijd, en dat zie je dus wel, rolt het geld een stuk stroever dan voor 2009. Dat is overal zo en Wijchen en omgeving is daarop geen uitzondering. Het is waar dat er hoopvolle signalen zijn. Signalen dat we inderdaad de goede kant op beginnen te gaan. Meer banen vorig jaar, een lagere werkloosheid tot onder de 400.000. Ook goed nieuws uit de Rotterdamse haven, een belangrijke motor ook voor onze export en doorvoer. De overslag van goederen van onze wereldhaven zat alweer vorig jaar alweer meer dan 2% boven het niveau van 2008, het pre-crisisjaar. En bijvoorbeeld ook hier in Wijchen, Halma Packaging opende vorig jaar een nieuw kantoor in China. En die grotere ruimte was nodig om de groei van het Wijchense bedrijf in het Verre Oosten op te kunnen vangen. En dat is niet zomaar toeval. China ontwikkelt zich in een razend tempo. Intussen is het de tweede economie van de wereld. Nog niet zo lang geleden was die kleiner nog dan de Nederlandse economie. 2 jaar geleden voorspelden we al dat het herstel van de wereldhandel daar in China zou beginnen. En het Nederlands bedrijfsleven kan daar zijn voordeel mee doen. En het voorbeeld van Halma Packaging is daar een voorbeeld van. Kortom, er zijn diverse positieve signalen. Maar het is te vroeg om te gaan juichen. In de bouw gaat het nog steeds niet goed. De beurs is nog steeds heel erg schrikachtig. Optimisme en doemdenken wisselen elkaar nog altijd in vlot tempo af. Er gingen vorig jaar nog zo'n 7000 bedrijven in Nederland failliet. Hier in deze regio waren dat er bijna 400. Ja, dat is minder dan in het crisisjaar 2009, want er waren het er hier in deze regio meer dan 500. Maar nog steeds altijd veel meer
dan in de jaren van voor de crisis. We zijn er dus nog niet. Er is groei, maar er is ook tegenwind. Bovendien zitten we, en dat is ons grootste probleem waarschijnlijk, met het gat wat is geslagen in onze economie door de enorme krimp in 2009. De grootste krimp ooit. De vorige krimp tijdens en na de beurskrach van 1931 was 3,6%. De grootste ooit gemeten krimp voor deze crisis. Deze keer was het 3,9%. Dus groter zelfs dan die krimp. En zo'n enorm verlies aan welvaart maak je niet zomaar goed. Ik kan het bijvoorbeeld uitleggen als je een voorbeeld neemt. Dat je gaat rijden naar Val Thorens. Normaal gesproken met rusttijden een rit van zo'n 12 uur. Maar als je dan zo net boven Lyon in een enorme file komt. Omdat er een vrachtwagen is geschaard. En je uren vertraging oploopt, een 3 uur vertraging. Dan haal je dat, ook alvast heb je daarna niks meer tegen. Gaat alles van een leien dakje. Dan haal je die verloren uren niet meer in. Die zijn definitief verloren. En zo loopt het eigenlijk ook met onze economie. En bij bijna alle landen ter wereld. We hebben een stevige vertraging opgelopen. Door die gevolgen van de crisis zijn we een heel stuk van onze welvaart, die we anders hadden gehad, kwijtgeraakt. We zijn eigenlijk gewoon structureel een beetje armer geworden. En dat ondervinden ook veel ondernemers. En bij de overheid kun je dat het beste zien. Want in tijden van de grote economische dip en ook daarna is omdat de economie kleiner is geworden, zijn de inkomsten structureel ook kleiner geworden. Ook merk je dat nog over 10 en 20 jaar, omdat het dan de economie wat kleiner is dan die anders zonder deze crisis was geweest. Maar die uitgaven die zijn flink gestegen in de tussentijd de afgelopen jaren. En die blijven, als we niet ingrijpen, blijven ze stijgen. En iedereen weet dat, u zeker als ondernemers. Je kunt niet blijven meer uitgeven dan er binnenkomt. Dat gaat fout. Dan kom je in nog grotere problemen. Op dit moment betalen we al zo'n 11 miljard euro jaarlijks aan rente. 11 miljard euro aan rente. Het zegt, is in bedrag is natuurlijk immens, maar om het wat meer plastisch uit te drukken, dat is ongeveer hetzelfde bedrag als wat we in Nederland totaal spenderen aan wegen, het openbaar vervoer, de dijken, de kanalen en de rivieren. En zolang het tekort op de begroting voortduurt, loopt onze schuld verder op. En daarom ben ik niet af te brengen van mijn vaste voornemen om de uitgaven in evenwicht te brengen met de inkomsten van dit land. En daarom hou ik ook vast aan die 18 miljard euro ombuigingen, want die zijn nodig om de begroting weer in evenwicht te brengen. Daar gaan we de komende tijd allemaal wel wat van merken. Dat is onvermijdelijk. Maar het is niet voor niks. Ik wil de generaties na ons ook niet opzadelen met de gevolgen van onze uitgaven. Als we nu niets doen, komen de basisvoorzieningen van straks in gevaar. En daarom werk ik aan een financieel gezonde toekomst voor ons land. Ik ben ervan overtuigd dat het mensen zoals u zijn die een hele belangrijke rol spelen in het uiteindelijke herstel van Nederland. En daarom geeft dit kabinet ook heel erg veel ruimte aan ondernemerschap. Bijvoorbeeld door voorschriften, regels en belastingaangifte zo helder en eenvoudig mogelijk te maken. En daarom, het filmpje gaf het al aan, heb ik ook als staatssecretaris, want praatjes zijn makkelijk voor de toekomst, maar ik heb het ook laten zien. Daarom heb ik ook als staatssecretaris heel veel regels geschrapt, maar ook zowel in de inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting voor ondernemers verlaagd. Maatregelen tijdens de crisis genomen, bijvoorbeeld door versneld te kunnen afschrijven of door verliesverrekening langer terug te doen, de BTW op kwartaalaangifte te doen en ook inderdaad bijvoorbeeld de Belastingdienst meer naast de ondernemer te laten staan, en dat noemen we dan horizontaal toezicht, in plaats van zo van bovenaf allemaal maar vertellen met een dictaat. Meer partnership ook met die Belastingdienst. En dat blijkt ook te werken, want naast veel beter klantenrelatie, uiteindelijk ook, ben ik van heilig van overtuigd, wil iedereen het goede doen, is ook je belastingopbrengst daarbij niet in gevaar. De politiek die stuurt daarbij aan en schept voorwaarden. Maar het zijn de ondernemers zelf die er in de eerste plaats ervoor zorgen voor bedrijvigheid, voor banen, voor handel met het buitenland. En daarom zijn die ondernemers ook zo belangrijk. Maar daarom is bijvoorbeeld ook, vanwege die sterke relatie van ondernemers in Nederland met het buitenland, daarom is ook die euro zo ontzettend belangrijk.
3/4 van onze export gaat naar Europese landen. Ik zeg het ook wel eens als ik in de internationale pers vragen daarover krijg. Dan zeg ik, ja, we hebben het dan wel eens over die zogenaamde PX countries. Portugal, Italië, Griekenland, Spanje. Die met hun overheidsfinanciën ja, het niet zo goed hebben gedaan. Laat ik maar nu even heel vriendelijk zeggen, want ik heb al genoeg ruzie met mijn Griekse collega. Ik heb het ook wel eens anders geformuleerd namelijk. Die het niet zo goed hebben gedaan met die overheidsfinanciën. Maar nog steeds exporteren we meer op die landen. Alleen op die landen, dan dat we exporteren bij elkaar opgeteld naar de Verenigde Staten, India en China bij elkaar. En dat geeft ook die euro en dat belang van die euro geeft dat aan. We hebben in de afgelopen 10 jaar als Nederland enorm veel economische groei, veel meer groei dan veel van die andere landen gehad. En we hebben dat met name ook te danken gehad aan die euro. En ik weet, er zijn heel veel negatieve geluiden over. En het is ook makkelijk om te zeggen, ja, die euro dit en die euro dat. De euro is veel duurder, het biertje is veel duurder geworden. Maar het is echt, als je alles, het totaalplaatje bekijkt, en we doen dat natuurlijk continu, en we wegen ook. Maar het is echt in ons eigen belang om die Europese munt overeind te houden. Ook juist vanwege Nederland als handelsland. In het belang van ook de Nederlandse ondernemers. Dames en heren, ik had het aan het begin van mijn verhaal over inspirerende en briljante buitenbeentjes. Richard Branson van Virgin is zo iemand. Virgin Records, Virgin Cola, Virgin Airlines, etc. Noem maar op. Een inspirerende man, die Branson. Hij heeft met aanstekelijk plezier een groot imperium opgebouwd. Hij heeft wel eens gezegd dat het hem nooit alleen om geld te doen was. Uiteindelijk zei hij, het gaat er toch vooral om dat je iets opbouwt waar je trots op kunt zijn. En dat is ook vast iets waar u zich in herkent. De trots op het bedrijf dat u met je eigen handen hebt opgebouwd. En de afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest, ook niet voor u. De komende jaren werken politiek en het bedrijfsleven ook samen er hard aan om ons land weer op orde te krijgen. Samen zetten we de schouders eronder. Samen gaan we daarbij recht op het doel af. En samen werken we aan een goede toekomst voor onszelf en voor volgende generaties. Dank u wel. U had over de zogenaamde PX countries. Vorige week was Portugal behoorlijk in het nieuws. Dus maar de vraag of zij de herfinanciering volgende week geregeld hebben. Ondertussen zie je dat ter oostzijde alles opkoopt aan obligaties en met name op Ierland en op Portugal te financieren. Dus komt er steeds grotere druk op ter oosten. Hoe kijk je daarnaar? Ja, allereerst heb ik grote zorgen over de hele situatie in Zuid-Europa. Dat is ook de reden dat Nederland zich niet heeft neergelegd bij dat idee van heel veel landen in Europa om alleen maar zo'n vangnet, zo'n noodfonds te spannen. Want dat is de allerlaatste uitkomst. Dat is het ultimum remedium. En eigenlijk moet je met veel betere begrotingsregels dieper snijden, meer concurrentiepositie op orde brengen. Dus in dat soort landen zeker de arbeidsmarktflexibiliteit, langer doorwerken, meer uren maken, niet meer een 13e en 14e maand automatisch of automatische prijscompensatie met inflatie. Dat zijn allemaal dingen die Nederland over het algemeen redelijk goed heeft geregeld. En ook die landen moeten dat doen. Dus dat hele pakket, dat hebben we gelukkig de afgelopen 2 weken ook als ministers van Financiën afgedeeld. En daar hebben ook de regeringsleiders een stempel op gezet. En dat is rond. Daarvoor was voor Nederland ook het op groen licht in principe te zijn om dat noodfonds met hele strenge IMF-voorwaarden te spannen. Die voorwaarden heeft Nederland ook aan vastgehouden dat ze zo streng blijven, omdat wij echt het ook heel afschrikwekkend maken. Dat als je bij het noodfonds aanklopt, dan moet je gewoon door de pomp en moet je alsnog die maatregelen versneld nemen, is met 6 maanden tijd, terwijl je daarvoor eigenlijk ja, die de afgelopen 20 jaar had moeten nemen. Dat is politiek enorm pijnlijk. Regeringen vallen erop, zoals in Portugal. Daarom willen ze ook niet aan dat noodfonds, want dat noodfonds dat is heel erg streng. Maar wij houden de voorwaarden heel streng. Ze moeten nog even afwachten wat Portugal gaat doen. Wel of niet een aanvraag voor het noodfonds, maar ze zullen sowieso de maatregelen moeten nemen die erbij horen. Dat zullen ze sowieso moeten doen, want anders gaat het echt niet goed.
dan de opkoop van bijvoorbeeld door China en Japan van obligaties, vind ik juist eigenlijk wel goed. Want daarmee verbinden we in de wereld die landen die nog veel cashflow hebben, die veel geld hebben, die zitten in de euro te kopen. Dus dan hoeven wij ten eerste minder op te kopen, zij kopen op. En daardoor hebben zij ook er belang bij dat die euro overeind blijft. Zodat het hele internationale financiële stelsel, dat is een heel ingewikkeld monetair evenwicht, als zij belang bij hebben dat wij niet vallen, dan helpt dat enorm. Het is net alsof je met soort bergbeklimmers allemaal aan een koordje vast. En je hebt er allemaal belang bij dat de ander niet valt, want anders dan kun je misschien zelf mee worden getrokken. En dat is op zich dus wel goed. Ik denk niet dat China daarmee heel veel politieke invloed in die landen koopt. Want we hebben als euro een vrij sterke governance, dus een vrij sterke politieke onafhankelijke structuur. Maar op zich de verbondenheid, als het moet niet extreem doorschieten, maar dat doet het helemaal niet, vind ik eigenlijk wel heel goed. Nou, kom maar eens even met die handjes, ja. Dit is de kans in ieder geval aan de minister, Rob. Ja, eindelijk. U gaf net aan dat u een voorstander bent van het afnemen, of in ieder geval afname van de regeldruk. Nou werk ik in de financiële dienstverlening, dan geef ik ook wat opleidingen. Maar als ergens de regeldruk omhoog is gegaan, dan is het in de financiële dienstverlening. En ik zie het einde nog niet in zicht komen daar. Nee, dat klopt. Daar zal ik maar gewoon gelijk heel eerlijk over zijn. Daar is het einde ook nog niet in zicht. En daar is, als ik het dus heb over minder regelgeving, dan is het gemiddelde voor heel Nederland. Dus de andere ondernemers zijn nog iets blijer. Want datgene wat bij u erbij komt straks, dat moet daar extra worden gecompenseerd bij al die andere ondernemers. Maar voor de financiële sector verwacht ik meer regelgeving. Je zou kunnen zeggen helaas, maar we hebben ook gezien dat de afgelopen 20 jaar door innovaties heel veel nieuwe producten op de markt zijn gebracht die regelgevers eigenlijk niet meer kenden. En die regelgeving, die wetgeving, is heel erg daarachter bijgebleven en achteraan gekacheld. Nou, de financiële crisis heeft dat manifest gemaakt, heeft dat naar boven gebracht. En daardoor moeten we dus nu extra regels maken, eigenlijk in één keer een inhaalslag plegen, waar de afgelopen 20 jaar te weinig regels zijn geweest. Je hebt in de geschiedenis altijd van die pendules. Het gevaar is natuurlijk altijd dat het dan weer doorslaat naar de verkeerde kant, hè? Dat je dan weer doorslaat omdat je zoveel regels wil gaan nemen om de volgende financiële crisis te voorkomen. Die illusie die heb ik niet, dus ik ben wel aan het kijken dat dat niet te veel doorslaat. Want met regels alleen hou je niet een financiële crisis, de volgende financiële crisis tegen. Maar je hebt wel wat meer regels nodig. Zowel in bijvoorbeeld de sfeer van overkreditering van consumenten, of bijvoorbeeld in de sfeer van bankbalansen, waar banken in het verleden nog maar tot nu toe maar 2% eigen vermogen hoeven te hebben. Ja, dat moet straks een stuk meer zijn. Het zal toch echt nodig zijn. Daar krijgen ze wel de tijd voor om dat aan te passen. Maar ze waren gewoon te kwetsbaar voor een storm. En dus nu moeten we alles vastjorren, moeten zorgen dat alles goed wordt vastgenageld om de volgende storm te kunnen overleven. En we maken de regels zo dat de storm die we nu hebben gehad, die eens in de 50 jaar, 60 jaar opduikt, dat we die zouden kunnen overleven. Maar 100% risico's uitsluiten kan nooit, maar wel zoveel mogelijk, want de belastingbetaler heeft ook een deel van de rekening moeten betalen. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En dat betekent dat we dus de komende 2 jaar helaas nog wel wat extra regelgeving moeten gaan nemen. Maar wij doen dat, we zitten er zelf bij, we praten met de sector. We proberen dat in Nederland wel zo weinig mogelijk te doen en niet doorschieten naar die andere extreme kant en een beetje het midden op te zoeken. Ik heb begrepen dat het IMF vandaag heeft bekendgemaakt dat het Nederland adviseert om de hypotheekrenteaftrek gefaseerd af te bouwen. Wat vindt u daarvan? Dat het IMF dat al consequent zegt de afgelopen 15 jaar, dus dat was op zich niet onverwacht. Wat ik nog mooier vond, maar ja, helaas heeft de media nog niet die zinsnede uit het rapport overgenomen, is dat het IMF Nederland lof toezwaait voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het bezuinigingspakket ondersteunt. Dus dat is, dat vond ik natuurlijk als minister van Financiën, want dat was nieuw, dat hebben ze voor het eerst nu gezien. En dan zeggen ze, dat is echt voldoende om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Ja, ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek, ik vind dat nu een slecht moment om die discussie te gaan aanwakkeren. Het IMF mag dat kennis in onafhankelijke economen. En ze zeggen dat al heel lang, dus ik begrijp dat ze het zeggen.
Maar wij zijn daar zelf gewoon terughoudend op. Want we zien al dat er noodzakelijke regels voor de hypothecaire kredietverlening gemaakt moeten worden om in de toekomst overkreditering, dus te veel leningen, om dat te voorkomen. Dat zal al een klein beetje een klem zetten op die hypothecaire verstrekking. Om daarbovenop nu ook nog in de volle breedte de hypotheekrenteaftrek zo ter discussie te stellen, dat vinden wij echt gewoon risicovol. Dus daarom hebben we gezegd, we willen daar gewoon echt rust in de tent hebben. Zij zijn wetenschappers ook natuurlijk voor een deel. En ze zeggen ja, dat begrijp ik wel, maar je moet het nu aankondigen om het over 10 jaar te doen of zoiets. Ja, alleen ja, dat we weten hoe het in de politiek werkt. We zijn niet zeker van dat dan de volgende generatie politici zich ook aan die afspraken houden. Weet je nooit 100% zeker. Dus het is lastig om zo'n soort uitspraak te doen die ook echt geloofwaardig is. En overigens zegt het IMF dat wel. Je moet een lange termijn uitspraak doen als je die geloofwaardig kan maken. En dat in dat laatste zit nu het nadeel. Als wij nu zeggen over 10 jaar doen we dit, dan zullen gelijk anderen zeggen van ja, dan is het over 4 jaar weer iets anders misschien. Dus wij zijn even voorzichtig om die discussie nu al te veel op te rakelen. Ik heb nog een vraag ten aanzien. U had het erover dat u nog met een flink tekort zat te kijken van 8 miljard euro. Een van de mogelijkheden om meer geld in de economie te houden is bijvoorbeeld door een automatisch incassoverbod op kans spelen. Want tegenwoordig hebben een heleboel mensen zaak lopen als voor de goede doelen loterijen. En als nou die mensen in plaats van dat er maandelijks van een rekening wordt afgeschreven de loten moeten gaan halen bij de sigarenboeren of bij de supermarkt, dan moeten ze nog een keer lopen en dan komt er nog een keer extra geld in de economie. Maar als mensen zich gemakkelijker door allerlei loterijen laten aanmelden, kunnen ze er vaak ook weer moeilijk van af. En bij sommige mensen gaat het om 50, 60 euro per maand wat ze laten incasseren. Wellicht is het beter om dat geld op een andere manier beter uit te geven. Misschien wel dat laatste. Dat is maar je mag hopen dat mensen dat zelf voor zichzelf kunnen uitmaken. Het is vrij makkelijk om die automatische incasso te beëindigen. En ja, die meneer sprak net over administratieve lasten. Om nu te verplichten vanuit de overheid dat je niet meer automatisch mag overschrijven hier. En je iedere keer naar een winkel moet gaan of een tabakzaak om verplicht daar het in te leggen. Dat vind ik nogal heel ver gaan als overheid om daarin in te grijpen. En dat levert ook voor burgers toch wel heel veel administratieve lasten op. Dus misschien kunt u ze duidelijk maken aan die mensen van stop het daar niet in, maar stop het in mijn toko. Want dan heeft u meer profijt van. Dat mag u natuurlijk. Ik kan er als minister van Financiën niet echt een oordeel over geven wat beter is, eerlijk gezegd. Maar ik doe zelf weinig met loterijen, kan ik u wel verklappen. Ik zie ook wat ze uitkeren, ik ben heel rationeel natuurlijk. Ja, die mooie bezuinigingsagenda van 18 miljard, die gaat het natuurlijk alleen maar redden als het kabinet het redt. Hoe gaat het tot nu toe? U hebt ervaring ook in het vorige kabinet. Het oogt van de buitenkant behoorlijk solide, af en toe een klein scheurtje. Maar hoe gaat het? Gaan we het redden? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het altijd heel moeilijk te voorspellen, want van de naoorlogse kabinetten zijn er de meeste hebben het niet de hele rit uitgezeten. Maar ik denk hier dat er, ik vind hier dat het elan, ik heb natuurlijk te maken eigenlijk met twee partijen in de regering. De gedoogpartner heb je minder mee te maken als minister, omdat hij niet in de treffenzaal zit, waar wekelijks of twee keer per week de ministers bij elkaar komen om beslissingen te nemen. En dat is eigenlijk een supergoede sfeer. Dus in die treffenzaal, die twee partijen die daar zitten, het zijn dus niet te veel partijen, twee partijen, ieder met evenveel ministers. Eigenlijk en ook niet te veel ministers. We hebben van de 16 naar 12 ministers zijn we teruggegaan. Dus met veel minder bewindspersonen. Ja, ik vind het heel erg goed werken. Ik ben ook heel positief over het elan. En tot nu toe is het op budgetair terrein, is de discipline in de Tweede Kamer ook heel goed. Van alle drie de partijen, want op de budgettaire paragraaf wordt gesteund niet alleen door de twee regeringspartijen, maar ook door de gedoogpartner. En dat loopt tot nu toe ook nog heel goed. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we die bezuinigingsagenda kunnen afmaken, ja. Ja. Ik stel even zelf een vraag, het is ook in de financiële dienstverlening. Hypotheekrente, volgens mij staat die nog steeds 1-1,5% te hoog. Ik heb wel eens meegemaakt dat op een gegeven moment banken de rente gingen verhogen, omdat ze de stromen hypotheekaanvragen niet aankonden. Dat is echt waar, ervaring. Waarom zou je niet gewoon zo dat de hypotheekrente % omlaag gaat? Heb je wel wat minder belastingopbrengst, maar je zou wel een stuk consumptie weer kunnen creëren. Want die banken die pakken misschien 200-300 punten op hun rente. Dat is veel te veel. De balansposities die zijn daar waar ze moeten zijn. Dus volgens mij kunt u gewoon teruggaan naar Den Haag en zorgen dat die rente gewoon iets omlaag gaat.
Ja, nou in Wit-Rusland kan dat, hè, want dan kan de president een decreet, die kan ook zeggen de koffie die is nu $1.20 de komende 2 weken. En tijdens de nationale feestdag mag het bier niet boven de $0.20 worden verkocht. Alleen ja, wij kunnen dat natuurlijk niet, dus we praten natuurlijk wel met banken, want we hebben ook een NMA. Een onderzoek is die mee bezig, dus dat is de mededingingsautoriteit. En die is aan het kijken, ook met input van onder andere de AFM, van is daar iets mee mis? Want natuurlijk ons model in Nederland gaat ervan uit dat als je genoeg aanbieders hebt, en je hebt behoorlijk wat aanbieders toch wel qua hypotheken, er zijn meer dan alleen banken, dat er dan genoeg concurrentie is. En zo niet, hoe komt het dan dat er onvoldoende concurrentie is? En daar zijn we op dit moment heel erg kritisch naar aan het kijken, want wij zien ook dat het ten opzichte van de kosten die een bank maakt, dat de hypotheekprijs die ze vragen, de rente die ze vragen, hoger is dan voor de crisis. Ja, banken zeggen zelf, ja, de crisis is mede ontstaan dat we zo goedkoop en veel hypotheken gaven. Dus je moet nu wel iets. Maar dat zijn we nu wel aan het onderzoeken. De NMA is dat onafhankelijk aan het onderzoeken. En als er daar iets mis zit, dan zullen ze ook ingrijpen. Maar ik kan natuurlijk niet de rente vaststellen in de markt, want dat is dan misschien op korte termijn leuk. Maar op lange termijn denk ik dat u daar niet blij van wordt. Oké, ja, ik heb toch mijn twijfels. Maar u hebt zelf ook een hypotheek, of niet? Ja, en ik heb ook gezien, ik heb een volledig variabele rente. En ik heb ook gezien dat die eigenlijk heel erg hoog is in het verleden. Want de rente, de Euribor, is nu heel erg laag. Hij is niet aan Euribor gekoppeld, helaas. En hij is een stuk hoger dan wat hij eigenlijk, als je vergelijkt met een paar jaar geleden, toen de rente ook zo laag was. Nou, toen ben ik op een gegeven moment zelfs, ik denk, 2,4% rente of zo gaan betalen. Ja, dat is nu helaas een stuk meer, ja. Maar ik lees vandaag in de krant dat uw collega weer de huur gaat verhogen per 1 juli. En ook nog eens een keer dat u heeft aangegeven dat u maar 110% wil financieren van een hypotheek van een koopsom. Dus u maakt het voor de consumenten dan wel moeilijker. Ja, maar de hypotheek de huren die stijgen slechts maar met inflatie. Dus die stijgen niet reëel. Dus als je in inflatie stijgt, dat is gewoon de geldontwaarding. Dus dat valt heel erg mee. Het enige wat in de huren, maar dat is pas volgend jaar, gaat stijgen straks is de scheefwoners. Dus de huren die zijn heel beperkt. Ik heb alles gelezen, maar ik zal er wel even mee nemen. Ja. Moment. Als plaatselijk cultureel ondernemer maak ik me zorgen over de positie die het kabinet nu inneemt om de bezuinigingstaakstelling op kunst en cultuur door te voeren. Uw beleid slaat door naar de lokale overheid, want zij moeten ook bezuinigen, terecht. Maar zij zien de grote slagen die de overheid wil maken, willen zij op lokaal gebied ook doorvoeren. Dat betekent dus dat de kunst en cultuur op plaatselijk niveau geminimaliseerd wordt en dreigt geen onderdeel meer te worden van het maatschappelijk verkeer in een plaats. En dat gaat op de duur fout, want ook daar heeft de middenstand of het hele lokale gebeuren nadeel van. Wat vindt u daarvan? Ja, allereerst landelijk bezuinigen we inderdaad op cultuur. En als je dan de reacties leest, dan denk je, dat zal verschrikkelijk zijn. En alles wordt wegbezuinigd. Maar dat valt eigenlijk best mee. Want van de 700 miljoen euro die we nu aan cultuur uitgeven, wordt er 200 miljoen euro bezuinigd. Terwijl bijvoorbeeld op EZ-subsidies wordt veel meer bezuinigd. En op allerlei andere posten ook veel meer. Dus zo'n 200 miljoen euro van de 700 miljoen euro subsidie op cultuur van de landelijke overheid wordt er bezuinigd. Dan wat gemeenten doen, dat is natuurlijk allereerst altijd aan gemeenten zelf wat zij doen. Maar die zijn minder slecht eraan toe dan zij nog voordat het regeerakkoord werd openbaar gemaakt dachten. Want veel gemeenten hadden in hun begroting, waren ze van uitgegaan dat ze in 2015, dus het eind, minder geld zouden hebben. Dus echt zouden bezuinigen ten opzichte van nu. Terwijl wij gemeenten, als landelijke overheid, is in totaliteit in 2015 600 miljoen euro meer geven dan wat ze nu krijgen. Dus het is wel een bezuiniging ten opzichte van wat het anders was geweest, maar het is nog altijd meer dan wat we nu aan gemeenten geven. 600 miljoen en provincies 50 miljoen. Dus in totaal 650 miljoen. Dus in een tijd dat je zo enorm bezuinigt, vind ik dat nog een heel redelijk verhaal. En is het aan gemeenten zelf om keuzes te maken waar ze dat in laten neerslaan? Wij hebben inderdaad ook, net zoals alle subsidies, hebben we ook cultuur laten meelopen. Wij vinden dat redelijk. We denken dat we dat ook kunnen doen. En we doen dat gefaseerd. Dus niet van het een op het andere moment. Maar voor die 200 miljoen nemen we zo'n 4 jaar, 5 jaar de tijd in totaal om dat in te faseren. Ja, burgemeester, dat is de laatste vraag.
we kunnen nu de lobby inzetten hier. We hebben hem hier, dus laten we toch eens even kijken hoe we gaan lobbyen. Nou, ik heb eigenlijk nog een vraag. En dat gaat over de bouw. Daar ligt mijn hart een beetje. Ik heb begrepen dat u om de loonkosten naar beneden te drukken de BTW verlaagd hebt van 19% naar 6%. Maar dat loopt geloof ik 1 juni af. We mogen er toch wel op rekenen dat het nog een half jaar gecontinueerd wordt daarna. Nou, daar kan ik nog niks van zeggen. Ik heb dat in de tijd gedaan. Dat was natuurlijk heel mooi toen ik en minister en staatssecretaris was. Dus alle macht had op het ministerie van Financiën. Dus zowel over de fiscaliteit ging als over het totale budget. Nu hebben we dat weer met z'n tweeën verdeeld. Overigens werken we heel goed samen met elkaar. Maar het is ook mede aan de staatssecretaris en de minister van Binnenlandse Zaken om hier op te antwoorden. Het is wel overigens, die maatregel is effectief omdat we hebben gezegd van... Haal het naar voren. Het is niet dat mensen zeggen van... ik heb een maand geleden nog geschilderd. Doe het toch nog maar een keer omdat de BTW maar 6% is. Dus mensen gaan niet meer onderhoud plegen. Blijkt uit onderzoek wat er ook is gedaan. Maar wel halen ze het naar voren vanwege die datum dat het weer omhoog gaat. Dus op zich een datum hebben dat het weer omhoog gaat, dat is heel goed. Want in het zicht van die datum zijn er dus heel veel mensen die dus extra opdrachten aan bouwondernemers geven. En we hopen natuurlijk sowieso, we zien dat al heel zachtjes aan, maar inderdaad nog wel te weinig, daar ben ik het met u eens. We hopen natuurlijk dat dit jaar, in de loop van dit jaar, de bouw ook weer, net zoals andere economische sectoren, uit de crisis zal gaan kruipen. Dat gaat wel heel langzaam. Ze waren ook veel later in de crisis, hè, dat is laatcyclisch. En ze zijn nog maar net in de crisis, maar we hopen dat ergens in de loop van dit jaar toch de eerste tekenen van herstel gaan komen. En we blijven natuurlijk ook kabinetsbeleid voeren voor alle sectoren om de economie zoveel mogelijk aan te jakkeren. Dus daar zullen we wel naar kijken. Oké, dankjewel. Applaus sowieso alvast. We zijn mooi op tijd. Ja, wat geef je dan een minister op het einde van zo'n bijeenkomst? Een bos bloemen gaat niet, want u gaat naar China. Een glas wijn in het vliegtuig kan wel, dus ik heb eigenlijk twee dingen meegenomen. Ik heb de nieuwste Siska Wiske. Heel goed. En ik heb het boek van Bettine Vriesekop, 1000 dagen in China. En misschien worden het er 1000, maar misschien is één dag in China dat hij toch wat te lezen heeft in het vliegtuig. En ik vond het een eer om namens MKB Wiegen en Financieel Fiesbureau Gerrits hier vandaag te hebben. De lat wordt bij ons steeds hoger gelegd. Dus ik weet niet of u misschien het mobiele nummer van Alexander heeft of zo, of van de koningin. De premier of... De premier, ja. Nou, misschien wel, ja. Maar nogmaals, hartelijk dank voor, ja, voor uw optreden. En nogmaals, super dat u bent geweest. Ja, dank u wel. Ja, leuk. Het is best wel een informele sfeer. En je ontmoet allerlei verschillende soorten mensen. Ja, het is wel, wel interessant. Het was echt leuk. Hij deed het heel spontaan. Met name het laatste gedeelte waar hij vragen van het publiek beantwoordt, dan krijg je meer interactie. Ik ben heel tevreden over het verloop van deze avond. Ik vond het heel erg gezellig. En ik vond het bewonderenswaardig hoeveel mensen erop afkwamen. Maar dat is natuurlijk ook logisch als het om zo'n persoon gaat. En de lezing zelf had ik iets inspirerender gehoopt. Ik ben zelf niet van financiële zaken, dus ik heb daar niet zoveel verstand van. Maar ik had er vertrouwen in dat ik juist door de persoon... toch werd meegesleept in het verhaal. Dat had ik niet helemaal, maar ik vond desondanks toch erg leuk om hier te zijn. Ik had me er heel erg op verheugd, want ondanks dat minister Jager een CDA-man is, vind ik dat hij eigenlijk een van de betere ministers. Ik vind hem fantastisch, zoals hij alles kan verwoorden. Hij kan het duidelijk uitleggen aan Jan en alle man. Ik ben zeer tevreden. Ik denk ook dat de indeling nu, met eerst de spreker en daarna het eten met het netwerk, ik denk dat dat ook wel beter past. Dus misschien dat wij in de toekomst ook na het congres eerst de spreker doen en daarna dan de borrel met het eten. Ik denk dat dat meer rust geeft. En hoe kan het dat veel bedrijven zijn nu aan het krimpen? Die hebben toch wel wat moeite om overeind te blijven. Hoe kan het dat een bedrijf dat video's doet, zou je toch niet verwachten van ja, die groeien? Hoe kan dat? Nou ja, ik denk onze visie natuurlijk. We werken allemaal ontzettend hard. We hebben een uniek concept. Kijk, we maken niet alleen de video, maar zorgen eigenlijk ook voor het hele marketingverhaal daaromheen. En door onze kennis van de mediabranche zijn we denk ik wel een bedrijf met, mag ik wel zeggen, potentie. En door onze klanten actief te benaderen, kunnen we dit gewoon toch realiseren in deze tijd.
Ja, wij maken zeg maar, wij zorgen dat eigenlijk wat de mensen willen communiceren, de ondernemers willen communiceren, dat dat ook op een manier gebeurt dat het zeg maar echt aankomt bij de doelgroep van de ondernemer. Ondernemersgala Wijchen. Gaat door, 10 november. Ja. In Wijchen, hier in Mozaïek, is opnieuw het ondernemersgala. Het thema is nog niet bekend, dus als je nog ideeën hebt. Hier zie je de winnaars van vorig jaar. En natuurlijk gaan we nou weer de nieuwe winnaars uitkiezen. Er zitten al wat potentiële mensen hier in de zaal die eventueel een prijs kunnen winnen. En nou, we gaan er weer tegenaan met de NGW. Ja. 10 november. Ja. Ja. Dus we zoeken nog sponsoren. Dus.